We gaan in deze video iets anders doen, iets anders dan je gewend bent op de maandag. Want in deze video gaan we niet heel lang ergens over praten en ook niet met heel veel diepgang. Want afgelopen weekend ben ik heel veel tijd bezig geweest met de beleggerstraining. Heb ik eigenlijk niet zo heel veel tijd gehad om een video voor te bereiden. Maar het is wel weer een mooi moment om even juist een update te geven rondom een passief inkomen. Eigenlijk, wat hebben we de laatste tijd nou eigenlijk bereikt? Wat heb ik de komende weken voor plannen en wat voor plannen heb ik op de lange termijn? En ook daar kan ik jullie feedback bij gebruiken, jullie ideeën en tips. Dus laten we dat gaan bespreken in deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. De laatste tijd zijn we hard gegroeid. We zijn inmiddels 18.000 abonnees al op YouTube. Ook het Instagram kanaal is hard gegroeid met inmiddels meer dan 3600 leden. En volg je nog niet, @passiefinkomen op Instagram. En de laatste weken en maanden heb ik ook hard gewerkt aan de beleggerstraining. Die staat nu eindelijk online. Dus hoop ik weer iets meer vrije tijd te hebben. De beleggerstraining zorgde er wel voor dat ik ook wat minder tijd ooit kon besteden aan YouTube. Dat ik niet altijd de video's kon maken die ik wilde maken. En nu dat dus is afgerond, kan ik weer volop de focus leggen op YouTube. Elke week die 2 video's maken, uitgebreidere video's maken. En je kunt hier dus wekelijks de gratis content verwachten die je de laatste jaren ook al hebt gekregen. Onderwerpen voor video's die ik op mijn lijstje heb staan voor de komende tijd zijn onder andere Virgin Galactic en ook Exporo, daar een update over geven. Maar ook met verschillende tools waar ik aan bezig was, zoals een dividendtracker en een update van het extra aflossen, dat daar meer vormen van hypotheek in worden verwerkt. Die kun je de komende weken verwachten. Heb je zelf nog tips, onderwerpen die je graag in een video wilt zien? Laat dat weten in de reacties onder deze video en dan neem ik dat zeker mee. En dat is dus een beetje de planning voor de komende weken. Onderwerpen die ik zojuist al besprak en ideeën die jullie gaan aandragen, die zal ik gaan verwerken in video's. En aanstaande woensdag wil ik trouwens nog een video maken waarin ik vragen van jullie beantwoord. Vragen over die beleggerstraining. We kunnen ons goed voorstellen dat je nog niet alle informatie waar je naar op zoek was, dat je die al hebt kunnen vinden, dat je daar het antwoord op hebt. Dus laat ook in de reacties onder deze video of via Instagram stuur me een berichtje, @passiefinkomen. En dan zal ik in ieder geval jouw vraag meenemen in de video van woensdag en daar een antwoord op geven. Volgende week krijg ik ook een sleutel van een nieuw huis, dus daar zal ik ook tijd aan moeten besteden. Gelukkig niet zo heel veel, maar het zal altijd meer zijn dan je gepland hebt. En misschien kan ik daar ook wel iets van laten zien. Ik hoef niet heel veel te verbouwen, maar ik wil natuurlijk wel weer een grotere, betere studio bouwen. Maar verder leg ik gewoon de focus op die 2 video's in de week voor de komende tijd, zodat ik eigenlijk genoeg vrije tijd over heb en toch genoeg tijd heb om volledig op deze video's te richten. En kijken we juist dan wat verder op de lange termijn, dan hoop ik eigenlijk meer tijd te kunnen besteden aan een passief inkomen, aan mijn website, aan de verschillende kanalen of onderwerpen die ik doe. Ik heb nog heel veel ideeën, zoals bijvoorbeeld interviews of podcasts of dat soort dingen. Alleen heb ik nu eigenlijk de tijd niet voor. Laat ik hopen dat ik dat in de toekomst wel heb. En dat besef ik dan ook steeds meer dat tijd een belangrijke factor wordt. Dus ik wil de komende maanden ook vooral gaan kijken naar hoe kan ik mijn inkomen wat meer verspreiden. Dat ik, tijd, die is beperkt. Moet ik zorgen dat ik mijn inkomen ergens uit verdien en dat dat liefst uit meerdere dingen komt. Zo bijvoorbeeld uit loondienst, YouTube advertenties, affiliate marketing. Inmiddels dus de beleggerstraining. Laten we hopen dat dat ook goed gaat op de lange termijn. En zo zijn er misschien nog wel meer dingen waar ik misschien tijd in kan steken. Want ik denk ook juist dat er veel interesse is in wat meer diepgang, meer analyses. Eigenlijk alles wat gericht is op de wat gevorderde belegger. Als je daar nog tips en ideeën over hebt, laat die ook zeker weten in de reacties onder deze video. En dan wil ik afsluiten nog over de beleggerstraining. Want dit is dus een training die echt is gericht op de beginnende belegger. En hij staat nu al eventjes online. We hebben al best wel redelijk wat leden en ook veel enthousiaste leden al. Dus dat is altijd al mooi om te zien. Maar mocht jij nou nog lid willen worden, we hebben nog een leuke actie. Behalve die aanbiedingsprijs die tot aanstaande zondag telt, willen we ook nog 1 iemand uit gaan kiezen die deze week zijn aankoopbedrag terugkrijgt. Dus behalve die leuke aanbieding is het dus ook nog mogelijk om je aankoopprijs terug te verdienen. Nou, wil ik daarmee deze video afsluiten. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet je feedback onder deze video achter te laten. Ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.